allemaal en welkom. Mijn naam is Tim van Alles Over Crypto en vandaag is het weer tijd voor een wekelijkse marktupdate. Eindelijk hebben we weer een beetje goed nieuws om te delen. We zien weer een beetje groen in de markt. Kennelijk moet ik vaker van achtergrond veranderen, want dat schijnt goed te zijn voor de markt. Dus laten we er vooral meteen inspringen. Voor ons hebben we de Bitcoin US dollar op de One Day chart. En daar zien we dat Bitcoin inderdaad uit die bodem range aan het breken is. Of is gebroken. En we zien dat Bitcoin nu tegen een resistance rond 31.700-800 aanhikt ongeveer. We zien ook in de VPVR dat daar een volumespike is wat de resistance aangeeft. Als we daar doorheen weten te breken, met een daily close bijvoorbeeld, dan is de kans sterk aanwezig dat we doorschieten richting de 34.000-35.000 en mogelijk zelfs de 38.000 tot 39.000 richting die 100 moving average line die we hier voorbij zien komen. Dat is waar we nu op letten, maar daarvoor zullen we wel eerst door deze resistance heen moeten breken. Dus als we de Bitcoin US dollar op de 4 uur chart erbij pakken, dan zien we ook hier dat we dus tegen die resistance aanlopen. Die loopt dus ongeveer tot 32.300-34.000 ongeveer. Maar het belangrijke hier is dat we eventjes kijken naar de moving average van de 100 op de 4 uur chart. Daar zijn we in april ondergebroken en sindsdien elke keer dat we hem hebben getest zijn we duidelijk afgewezen. 5 keer om precies te zijn en daar zijn we dus recent afgelopen dagen doorheen gebroken, duidelijk, en dat hebben we door kunnen zetten. Dat is een belangrijke eerste stap. Mogelijk zien we daardoor wel eerst een retrace richting die 100 MA rond, het zal zijn 29.800 ongeveer tegen die tijd. Om hem nog een keertje goed te testen, aan te raken als een support voordat we verder omhoog gaan. Die kans is vrij aanwezig. Daar kijken we nu naar in ieder geval. Vervolgens zien we een duidelijke volume gap tussen, iets onder 32.000 tot iets onder 38.000, die 37.800. En dat is waar we naartoe zouden kunnen schieten. Vervolgens is het belangrijk om in de gaten te houden dat we wel nog steeds een bearish retest zouden kunnen verwachten. Althans dat dit nog steeds een bearish retest zou kunnen zijn. We kijken nog steeds naar een weekly close boven de 40.000. Voordat we een beetje kunnen gaan spelen met een ander soort sentiment. Dus wees je daarvan bewust. Daar gaan we zo meteen ook nog eventjes verder op in. Maar voor nu kijken we eventjes naar de Bitcoin market cap dominantie. En wat we hier zien is dat de Bitcoin dominantie gestaag doorstijgen is. Het heeft de resistance van 46.06% gebroken, maakt nu een rustige symmetrische triangel. En over het algemeen, wanneer er een spike omhoog of omlaag is, en we zien een symmetrische triangel, betekent dat dat de prijs eventjes adem aan het halen is, eventjes bijkomt voordat het weer verder gaat. Dus de kans is redelijk aanwezig dat we doorgaan richting die 47.66 of misschien zelfs 48 tot daar voorbij. Het zou best kunnen dat Bitcoin over de komende weken misschien teruggaat naar de range high rond de 50% ongeveer, waar we de afgelopen jaren tussen hebben gezeten. Zolang de prijs van Bitcoin meestijgt, helpt dit zeker voor de USDT pairs van andere munten. Maar is de kans dus ook aanwezig dat het in Bitcoin pairs alsnog omlaag gaat. Daarbij zien we dat de USDT dominantie ook weer terugkomt. Weer terug omlaag komt. Het is net door de support heen gebroken. Rond die, het zal zijn 5,85% ongeveer. En daarbij zou het terug kunnen komen naar de 5,5% tot 5%. Als de USDT-dominantie verder blijft dalen, is dat een goed teken voor de markt. Want dat laat zien dat USDT wordt omgezet naar cryptomunten. Wat vervolgens weer een run omhoog in zou kunnen zetten. Maar voor nu lijkt het er dus alsnog op dat Bitcoin de markt domineert en dat rustig blijft doen. Dat gezegd hebbende, als we doorgaan naar Ethereum, dan zien we dat ook Ethereum weer uit de major support is gekomen. En nu terug lijkt te komen om te zien of het de top kan testen voordat het mogelijk weer
verder gaat. We zien daarbij een bullish divergence ontstaan op zowel de RSI als de stock RSI en de prijsactie. Ook bij Ethereum geldt, we hebben hier een volume gap in de VPVR. En daarmee hebben we een mogelijk target van 24 tot misschien 2500 ongeveer. Je zou zelfs kunnen kijken naar 2800, maar dat vinden we een beetje iffy op het moment. Een beetje moeilijk, omdat de Ethereum Bitcoin chart zo onwaarschijnlijk slecht is geweest over de afgelopen tijd. Daar gaan we zo meteen natuurlijk ook nog eventjes naar kijken. En omdat 2500 nog niet getest is sinds we omlaag zijn gevallen, waardoor dit een goed punt zou zijn voor een bearish retest. Als we doorgaan naar Ethereum US dollar op de 4 uur chart, dan zien we ook hier de bullish divergence ontstaan. We zien dat Ethereum ook door die 100 moving average heen is gebroken en die nu lijkt te testen als support. Het zou kunnen dat hij er misschien nog een beetje mee gaat touwtje springen als Bitcoin echt terugkomt naar die 100 MA op de 4 uur was het. Van hem. 4 uur? Yes, 4 uur. Top. Van Bitcoin. En dan zouden we van daaruit verder kunnen als de markt daar ook mee doorgaat. Dan zien we hier de Ethereum Bitcoin chart op de 1 week. En daar zien we dat Ethereum Bitcoin toch wel duidelijk zijn marktstructuur heeft gebroken. We hebben hier een stijgend channel of kanaal gehad. We zijn afgewezen bij die major resistance van 0.076. De rest is niet super belangrijk. Van 0.076 ongeveer. En we zijn weer teruggekomen hier naar ongeveer 0.062. We hebben de 0.06 aangeraakt wat de vorige low was. En hierdoor zouden we nu dus een kleine relief kunnen zien richting die verloren trendlijn voordat we weer een nieuw bearish scenario inzetten. Mogelijk de 100 MA aanraken of deze support hier rond 0.055 ongeveer. En als deze breekt, zouden we heel snel verder terug kunnen zakken naar hier ongeveer 0.035 misschien. Waar het meeste volume is geweest en waar de grootste support zit. Waarom hebben we het nou nog steeds zoveel over een bearish resistance? Of een resistance retest, een bearish retest? Nou, omdat er gewoon nog steeds superveel angst in de markt is. En omdat de bredere charts nog steeds heel bearish zijn. Eigenlijk, het ziet er nog steeds niet heel tof uit allemaal. Ondanks dat de lagere timeframes, de 4 uur, wel wat bullish beginnen te worden. Wat bullish uit beginnen te zien. Maar een heleboel traders staan op het moment nog diep onder water. De kans groot is dat ze te snel gaan FOMO'en en nu verkeerde dingen gaan doen of fouten gaan maken. En daar moeten wij onszelf voor behoeden. We hebben duidelijk gezegd, 40k willen we duidelijk een duidelijke break van zien. Boven kunnen sluiten voordat we een beetje gaan kijken van oké, zijn we weer bullish? Gaat het weer ergens over jongens? Maar daaronder is alles nog up in the air. Zou het prima nog een bearish retest kunnen zijn dat we daarna weer terug gaan naar die 30k en daar doorheen zakken bijvoorbeeld. Die kans is ook sterk aanwezig. Dus voel je niet te veel druk om nu de bodem te pakken. Om te denken dat je nu de bodem mist als je niet meteen instapt. Want als dit daadwerkelijk de bodem is geweest, dan gaan we waarschijnlijk nu rustig aan een nieuwe bullrun in. En daar heb je nog voldoende tijd om instappen, mooie entries te vinden. Om met de hele bullrun mee te gaan. Dus hou nu vooral je hoofd koel. Het is nu heel verleidelijk om te zeggen van, oh, we zien weer groen, let's go. Maar ook, wij laten het weten wanneer we denken, oké, het is weer all in crypto tijd. Of we kunnen weer voorzichtig wat meer in gaan stappen of wat meer risicovollere entrees nemen. Dat was het voor deze week. Hopelijk hebben jullie een beetje een plan. Hebben jullie weer een beetje kalm nadat alles nu weer een beetje groen is. Als je dat niet al was natuurlijk. Omdat je DCA gebruikt. Ik zeg maar wat. Maar hopelijk hebben jullie een beetje een plan. Hartelijk bedankt voor de aandacht zoals altijd. En ik zie jullie de volgende week weer. Joejoe!